We hebben die rommel toch, hè? Om met Madeleine Albright te spreken, want Colin Powell die zei nog van ja, Madeleine, het is misschien niet zo verstandig om dan meteen weer te gaan bombarderen. En dan zei Madeleine Albright, die riep altijd, we hebben die rommel anders voor om eens lekker op te treden. Het verlos hem, kunt u mij horen? Dit is Maarten Verossum, de podcast aflevering 105. We zitten midden in de Vietnamoorlog. Dat is geen frontoorlog zoals Amerika eerder gewend was in Europa. Bijvoorbeeld aan het einde van de Tweede Wereldoorlog. Maar het is een echte guerrillaoorlog. In deze aflevering maken we onder andere een vergelijk tussen de Vietnamoorlog en de oorlogen die Amerika later voerde in Irak en Afghanistan. Daar zijn namelijk bepaalde overeenkomsten. En in de vorige aflevering ging het onder andere over de Amerikanen die niet goed waren voorbereid op de guerrilla van de Vietcong. Nou, Johnson die stopte ondertussen mee als president, die zag het niet meer zitten. Nixon neemt het dan over en die beloofde onder andere to end the war and bring peace with honor in Vietnam and in Southeast Asia. Nou, dat moest hij natuurlijk gaan waarmaken tijdens de onderhandelingen die volgden. En dat was nog niet zo makkelijk. Die Zuid-Vietnamezen hebben die onderhandelingen net zo lang getraineerd tot ze gezien hadden dat Nixon ging winnen, want er was natuurlijk ook weer een zogenaamde backchannel, in dit geval van Kissinger, die graag bereid was zijn land te verraden als hem dat goed uitkwam, door te zeggen, nou wacht nou maar een beetje, als wij winnen, dan ziet dat er toch heel anders uit dan wanneer, nou ja, er is eindeloos gebakkeleid of over de tafel rond moest zijn, of vier, nou ja, al die kinderachtigheden die mensen zich bij dit soort van gelegenheden permitteren. En toen zijn er onderhandelingen begonnen. Humphrey verliest op het nippertje de verkiezingen. En die worden dus gewonnen door Nixon. Dat was een totaal nieuwe Nixon. Want je weet, Nixon had natuurlijk verloren tegen Kennedy in 1960. Hij had daarna ook allerlei ongelukkige politieke avonturen beleefd. Maar nu was hij een, nou ja, net als Persil of een ander wasmiddel, een volkomen totaal vernieuwde homo, hè. Nu met Witte Reus. Dat was een beetje Nixon. Werd ook verkocht alsof die een soort van nieuwe detergent was. Een nieuw soort van zeep. En Nixon had gezegd, ik heb een plan. Ik kan het niet onthullen wat voor plan. Maar ik heb een plan om aan deze ellende op een of andere manier een eind te maken. En uiteindelijk moet ik zeggen, had hij dat plan? Nou, eigenlijk niet. Bluf was het. Grotendeels was dat bluf, ja. Want wat Nixon eigenlijk nagestreefd heeft, geholpen natuurlijk door Kissinger. Aanvankelijk zijn adviseur voor veiligheidspolitieke kwesties en later ook zijn minister van Buitenlandse Zaken. Dat was eigenlijk wat zij noemde peace with honor. Wat ze wel deden was Vietnamisering. Dus het aantal Amerikaanse participanten in de strijd werd snel verminderd. Maar tegelijkertijd was het niet zo dat de strijd ook zelf verminderd werd. Eigenlijk ging de interventie ging gewoon door, alleen op een ander niveau en ietsje anders georganiseerd. En dat leidt tenslotte, eigenlijk niet onverwacht natuurlijk, dat in 1972 plotseling een doorbraak is tijdens de onderhandelingen. En het ziet er naar uit dat vrede mogelijk is. Je zult zeggen, waarom 1972? Hoe komt dat nou zo ineens? Dat was een verkiezingsjaar. Het is heel typisch dat dit soort van doorbraken en buitengewone gebeurtenissen altijd voltrekken in een verkiezingsjaar. Want goed nieuws en dat is goed voor het electoraat. Ja, precies. Dus dat kwam precies op het juiste moment kwam dat naar voren. Ik zet even de verwarming een beetje aan hoor. Oké. Okay. Vind je het niet te koud? Nee, nog niet eigenlijk. Dan moet ik misschien ook het raampje even dicht doen, want anders heeft het niet zoveel zin. Oh, er is allemaal kerstmuziek op de radio. Is dit kerstmuziek? Een hele rare kerstmuziek dan. Ja, dat is wel een kerstliedje, ja. Ja? Ja, ja. Oh, alleen maar mij betreft hoeft dat niet zo. Nee, maar dat gaat automatisch aan. Dus zo, nu staat het eruit. Oké. Okay. 72, een verkiezingsjaar. Dus het kwam net goed uit. De verkiezingen waren november 72. Nixon is ruimschoots herkozen op dat moment. Dat zou allemaal niet zo lang duren, want geleidelijk aan werd het Watergate-schandaal onthuld. Maar daar gaan we het nu niet speciaal over hebben. Want dat is weer een heel ander aspect van Amerikaanse politiek gebleken. Het gaat nu even over Vietnam. Het gekke is dan
is er een akkoord, maar Nixon is toch niet tevreden of de uitvoering bevalt hem niet. En dan hebben we nog de zogenaamde kerstbombardementen, 72, 73. Maar tenslotte komt er toch een akkoord. Van dat akkoord kun je vooral zeggen dat dat precies datzelfde akkoord zou ook mogelijk zijn geweest 4 jaar eerder. Dus er is nog eindeloos lang altijd weer steeds met dat idee peace with honor. We hebben niet, eigenlijk niet verloren, nee. Als je goed kijkt zie je dat we toch, nee, ze hadden spectaculair verloren. Nou, de Vietnamese interventie is een van de grote fiasco's van de Amerikaanse buitenlandse politiek na de Tweede Wereldoorlog. Dat staat als een paal boven water. Bovendien heeft het natuurlijk alle hele negatieve uitstralingseffecten gehad in de hele Amerikaanse samenleving en heeft allerlei opvattingen over de rol van Amerika in de wereld op losse schroeven gezet. Het was in allerlei opzichten een ramp. Waar leidde het dan toe in het eigen land? Nou, dus tot omvangrijke oppositie. Lyndon Johnson bijvoorbeeld, en ik dacht ook Nixon, die konden ook niet meer in het openbaar gaan spreken, want dan werd er gedemonstreerd op grote schaal. Er werd voortdurend gedemonstreerd op grote schaal. Tenslotte loopt dit heel dramatisch af, dit hele avontuur. Dus dat was een akkoord. Nogmaals, een akkoord wat ook 4 jaar eerder bereikt had kunnen worden. Maar de Amerikanen hebben me volgehouden en volgehouden om iets te bewijzen wat ze niet bewijzen konden, namelijk dat ze niet verloren hadden. En dan in 1975 gaan de Noord-Vietnamezen samen met de Vietcong over tot een enorm offensief. En dat hele regime in Zuid-Vietnam dat stort als een kaartenhuis, stort dat in elkaar. Dat bleek eigenlijk geen echte legitimiteit te hebben. En dan krijg je die fameuze scène op het dak van de Amerikaanse ambassade Saigon. Want Saigon was omsingeld door die Noord-Vietnamese troepen en de Vietcong. Dus het laatste per mensen die nog weg konden komen, moesten via dat dak. Op dat dak landen die helikopters. Misschien voor Taghi ook leuk om nog eens om te onderzoeken hoe dat precies ging. En iedereen wou in die helikopters, want er lagen voor de kust van Vietnam Amerikaanse vliegdekschepen. Waar die mensen naartoe gevlogen worden. Maar heel veel mensen mochten niet mee, dus die werden eruit geschopt en zo. Het waren gruwelijke tafereelen. Is het vergelijkbaar met wat je in Afghanistan zag op die landingsbanen? Nou, het kwam redelijk in de buurt, ja. De hele ellende in Afghanistan laat zich, hoewel die veel kleinschaliger is geweest dan die in Vietnam, dat laat zich goed vergelijken. We zullen zo zien waarom dat eigenlijk het geval was. En zo komt in 1975 aan de hele ellende komt een eind. Wat altijd voorspeld was natuurlijk, als Zuid-Vietnam valt, nou ja, dan valt heel Zuidoost-Azië, dan wordt eigenlijk het hele westelijke bekken van de Pacific, allemaal dingen die dus helemaal niet gebeurd zijn. Altijd dezelfde geopolitieke zwamneuzen die zich aan dat soort van bezondigen, aan dat soort van rare voorspellingen bezondigen, dat valt altijd erg mee, dat soort van dingen. Maar de vraag die we natuurlijk nog moeten beantwoorden, hoe is het mogelijk dat ze vanaf de late jaren 50 tot in feite 1973 aan dit fiasco gewerkt hebben? Dat niemand heeft gezegd, ja, een tal van mensen zei, we houden er rotsnaam mee op. En de Amerikanen waren ook ontzettend pissig dat hun Europese bondgenoten altijd zeiden, joh, hou er mee op. De Fransen natuurlijk, die hadden klop gekregen van bij de MBM Voer, die zeiden stop ermee, die lui zijn beter, zijn goed georganiseerd. Ze hebben een brede basis op het platteland, je kunt helemaal niet winnen, dat zijn allemaal illusies. Ja, en niemand in Europa wou helpen. Australiërs hebben wel iets geholpen en zo, maar in Europa zei iedereen, jullie zijn gek. Waar ze natuurlijk groot gelijk in hadden, maar dat viel natuurlijk wel een beetje moeilijk. En Amerika raakte ook een beetje los, zeg maar, van Europa, omdat het zich helemaal concentreerde op die ellende daar in Vietnam. Waarom zijn ze er niet mee gestopt? Dat is natuurlijk de vraag. Waarom heeft Kennedy, die op zichzelf zijn twijfels had, niet zo van, weet je wat, we stoppen ermee. En dat zie je hetzelfde in Afghanistan. Waarom zijn ze in Afghanistan 20 jaar doorgegaan? Terwijl al tal van deskundigen hadden gezegd, dit is niks. Wat jullie doen is net precies altijd te weinig, net verkeerd enzovoort. En daar zit een heel, als je eenmaal met zo'n interventie begint,
Kijk, eerst zegt iedereen, ja, keihard aan. Optimisme. Dus, ja, dat werkt. En dan is zo'n interventie enorm populair. En dan ga je zien dat het niet zo geweldig loopt. Dan wordt die minder populair. Maar de president heeft nooit zin om er een eind aan te maken. Want dan is hij degene die de verliezer is. Hij is degene die de stekker eruit getrokken heeft. Hij kan altijd, hè, zoals Joe Biden is overkomen. Het besluit om te vertrekken uit Afghanistan was een prima besluit. Uitstekend. Had jaren eerder genomen moeten worden, dat besluit. Het is treurig dat Obama het niet genomen heeft, zal ik maar zeggen. Maar Biden heeft wel de schuld gekregen. Hij is niet de schuld. Gezet. Al zijn voorgangers, niet waar in het bijzonder, niet waar die ellendelingen van Dick Cheney en Bush Jr., dat waren de schulden aan dit aan. Maar niemand durft de stekker eruit te trekken. Trump heeft de handtekening gezet. Wie? Trump heeft de deal met de Taliban. Zeker. Nee, dat zie je Trump ook in hoge mate. Dat hij eigenlijk een besluit heeft genomen. Dat ook daadwerkelijk bevestigd is door Joe Biden. Ja, dat is absoluut een feit. Dat is iets heel nuttigs wat Trump gedaan heeft. Een van de weinige dingen wil je zeggen. Ja, dat is een van de heel weinige dingen die... Nou ja, ik denk dat Trump ook in alle andere opzichten herinnerd zal worden als een president, als hij al überhaupt niet weer terugkeert natuurlijk, die op een aantal punten natuurlijk vragen heeft gesteld over zaken die zo vanzelfsprekend waren geworden dat niemand er eigenlijk meer duidelijke vragen over stelt. En dat kan onder omstandigheden, kan dat in principe heel nuttig zijn. Maar dus bij interventies is het steeds zo dat het vaak de politieke kosten om een klein beetje extra te doen en dan weer door te modderen, zijn kleiner dan de politieke kosten om de stekker eruit te draaien. Dan zeg ik, oh, dat is zonde. Daar hebben we 10, 15, 20 jaar in geïnvesteerd en dan trek je de stekker eruit. Victory was just around the corner. Als we iets meer... Nee, sowieso. De Amerikanen hebben een enorm Vietnam-trauma opgelopen. Hadden ze dat trauma maar gehouden, maar dat trauma is opgeheven door de oude Bush, door die fantastische campagne tegen Saddam Hussein in 1991. Geweldig georganiseerd, brede coalitie, het was in no time voorbij, ze zijn op tijd gestopt, kortom, vrijwel niets hebben ze toen fout gedaan, waardoor plotseling iedereen zei, het Vietnam-trauma is voorbij. Wij zijn toch eigenlijk de most powerful nation in the world. The greatest empire ever. A bigger empire than the British Empire. Nou ja, dat hele slappe gelul wat we toen, niet waar, zo rond het jaar 2000 en daarna hebben gekregen. Ja, en toen zijn de Amerikanen dus, ze hebben opnieuw geïnterveneerd, zoals we weten in Irak en in Afghanistan. En daar hebben ze weer precies dezelfde gruwelijke fouten gemaakt. Over een gruwelijk lange periode. En het zijn twee gruwelijke fiasco's geworden. Dat is de ellende ervan. Ja. Dus ze hadden wat geleerd. Toen dachten ze, we hebben het afgeleerd. Niet waar? En toen hebben ze het alsnog weer precies dezelfde fouten gemaakt. Maar het sentiment was in Amerika wel anders toen ze stopten in Afghanistan. Toen zei iedereen, goed dat we daar weggaan. Het heeft veel te lang geduurd. Nou ja, je begrijpt ook allerlei mensen vonden het maar niks. Dat Biden tenslotte toch de stekker er had uit. Ja, maar waren niet zoveel mensen die dat zeiden. Nee, maar goed, de aftocht was natuurlijk slecht georganiseerd. Ja. Het was chaotisch. En dat heeft Trump wel gefixt. Dat heeft hij afgesproken, toch? Trump heeft daar over onderhandeld. Dat heeft hij niet goed ingehouden. Nee, helemaal niet. Hij heeft de handtekening gezet en that's it. Ja, bovendien had hij die zit in de Afghaanse regering. Die had hij er helemaal niet eens bij uitgenodigd. Die dacht, ja, natuurlijk dwars liggen, dat gaan we niet doen. Oh, dat was, ja. Nee. Grote fout. Dus ja, je kunt in bredere zin stellen dat is deze interventiepolitiek van de Amerikanen steeds... Een immens fiasco is geworden, omdat ze nogmaals steeds dezelfde fout hebben gemaakt. Ja, ja. Niet de situatie op de juiste wijze geanalyseerd, vaak gedreven door totale onkunde over wat de werkelijke verhoudingen in de betrokken landen waren. Neem Irak, kunnen we ook wel een keertje uitleggen, niet waar, wat ze daar al niet allemaal fout hebben gedaan. En dan gebeurt het toch weer. Dat is het wonderlijke van de zaak. Ja. Ja, weet je, altijd is er een factie in Amerika van, ja, keihard aanpak, we hebben die rommel toch, hè?
om met Madeleine Albright te spreken. Want Colin Powell die zei nog van ja, Madeleine, het is misschien niet zo verstandig om dan meteen weer te gaan bombarderen. En dan zei Madeleine Albright, die riep altijd, we hebben die rommel anders voor om eens lekker op te treden. Ja. Denk aan die ongelukkige interventie in Somalië. Hè? Mission creep, ook altijd iets, het wordt belangrijker. Het wordt steeds moeilijker om te stoppen. Als je eenmaal enorm geïnvesteerd hebt, is het heel lastig om te zeggen, nou, doe maar niet. Hè. Je begint aan de verbouwing van een huis, zal ik maar even zeggen. En het loopt allemaal fout. Denk je, ik ga het nog even doen. Hè. Ik ga toch nog even, laat ik nou die balk dan ook nog even weghalen en de hele boel storten. Nou, bij wijze van spreken. Ja, dat is het traag. En er zijn 58.000 Amerikanen gesneuveld in Vietnam. Dat is natuurlijk een heel andere propositie dan wat zal er in Afghanistan. Ik denk 2500, 3000 Amerikanen gesneuveld. Dus dat zijn totaal andere cijfers. We moeten ons wel realiseren dat natuurlijk heel Zuidoost-Azië door de interventie in Vietnam, daar zijn miljoenen doden gevallen. In Cambodja, in Laos, het heeft dramatische effecten gehad voor de lokale situatie. Ja. Nee, in brede zin kun je zeggen, Amerika heeft geen geluk gehad. Nee, dat is niet het juiste woord. Heeft van zijn interventiepolitiek in het algemeen niets terechtgebracht. Nee. Overigens de Russen ook niet. Laten we dit even vooropstellen. Het is niet zo dat iemand anders het veel beter heeft gedaan. Nee, dat is ook niet zo. Nee. Nou, is dit vanuit het Amerikaanse perspectief? Hoe wordt hier vanuit met de Vietnamese bril op naar gekeken? Och, die zijn al lang stations verder. Vietnam heeft vrij snel ook contact weer gemaakt met de Verenigde Staten. Was wel geïnteresseerd in investeringen en zo. Tenminste omdat Vietnam al te voortdurend problemen heeft gehad met China. Hè. China heeft in 1979 geloof ik, nog een aanval, een oorlog gevoerd tegen Vietnam. Zonder dat die Vietnamezen te veel praatjes hadden. Dat ging ooit helemaal niet zo makkelijk. Dat was voor de Chinezen ook een beetje een zeepert. Maar nou moet ik je zeggen, dit is wel, moet ik wel opdiepen uit de kelders van mijn verleden, zal ik maar even zeggen. Maar zij zagen het wel als een overwinning? Ja, natuurlijk zagen ze dat ook. Iedereen zei dat het een overwinning was. Dat was het ook. Ja, ja maar het goed. Het probleem is dat je dan eigenlijk moet bewijzen waarom je hebt overwonnen. En ja, toen hebben we die bootvluchtelingen hebben gehad. Het was natuurlijk in allerlei opzichten niet een aantrekkelijk regime. Ondertussen is dat regime al lang geliberaliseerd en proberen ze te participeren in de brede economische dynamiek van heel Oost-Azië natuurlijk. Ja. En ik geloof dat dat heel goed gaat. Ja. Nou, is het sentiment rond Amerika toch wel iets veranderd dat ze het idee hebben, we moeten overal ingrijpen en de politieagent van de wereld spelen? Dat zeggen ze in ieder geval, dat gaan we niet meer doen. Dat is natuurlijk een eeuwige discussie geweest in Amerika. Moeten we dat eigenlijk wel doen? Ja, maar nu staan ze op het punt dat ze zeggen, dat doen we niet meer. Nee, dat is lijkt mij een heel verstandig punt, eerlijk gezegd. En gezien ze als politieagent, je belt een agent en dan wordt de geld drie keer zo groot en het huis stort in. En de echte lieden die begonnen waren met ruzie te maken zijn allebei dood. Dat is een beetje Amerikaanse interventiepolitiek. Ja. Valt door die voortdurende neiging om dingen met gewelddadigheid op te lossen, die eigenlijk niet met gewelddadigheid opgelost kunnen worden. Maar als we dit dus samenvatten, is het echt een litteken voor Amerika, die interventie in Vietnam. Ja, nou ja, net als ook Irak en Afghanistan. Ja. Lelijke littekens zijn die nog veel recenter zijn en waarbij het litteken ik nog ontzettend kriebelt eigenlijk in allerlei opzichten. Ja. Welke interventies zijn eigenlijk wel gelukt of geslaagd? Nou ja, je zou eventueel kunnen zeggen de interventie in Korea. Al hebben ze ook daar weer grote fouten gemaakt. Maar feit is wel dat de Amerikaanse interventie bij de aanval van Noord-Korea op Zuid-Korea in 1950. Dat die daartoe geleid heeft naar allerlei ingewikkelde tussenpasjes die we nu even niet zullen behandelen. Dat Zuid-Korea natuurlijk een van de meest welvarende en dynamische landen is geworden in Zuidoost-Azië. En dat we allemaal weten hoe Noord-Korea er aan toe is. Ja. Maar als je ziet hoe die interventie mogelijk was uiteindelijk en hoe dat verlopen is, dan zijn ook daar wel fouten gemaakt. En tenslotte is de status quo is daar hersteld. En die demarcatiezone, en vrede is er nooit gesloten tot op de dag van vandaag niet. En iedereen leeft een beetje in de verwachting dat vroeg of laat dat
dat clownsregime in Noord-Korea in zal storten. Maar dat gebeurt natuurlijk niet zolang China dat regime op de been houdt. En dat is wat China doet. Want China denkt natuurlijk dat het, als het instort, dat het allerlei instabiliteit en een enorme hoeveelheid narigheid op wat middellange termijn zou geven. Dus China laat het gewoon intact. En dat weet Noord-Korea waarschijnlijk, dus daar profiteren ja, van. Dat mag je wel van. Daar mag je wel van uitgaan, ja. Ja. Hoe kijk je trouwens nog tot slot eens even een heel ander onderwerp, maar Rusland en ja, daar de... Ja, natuurlijk onze Poetin. Ja. Oorlog. Heeft met Biden gesproken. Tong Lapans en de Vili's zullen... Nee, daar geloof ik helemaal niks van. Nee? Nee, natuurlijk niet. Maar waarom stuurden ze dan naar de grens? Nou, dat is intimidatiepolitiek. Vergeet niet, kijk, de Oekraïne was traditioneel gewoon een onderdeel van Rusland. En in die wonderlijke kladderadatsch en die wonderlijke desintegratieproces van de Sovjet-Unie is dat een zelfstandige staat geworden. En nou ja, net als Wit-Rusland. Ja, Wit-Rusland vanwege Lukashenko. Lukashenko heeft zijn eigen land natuurlijk verraaien omdat hij zijn eigen haakje wil redden. Dus Wit-Rusland wordt als het ware weer teruggezogen in de Russische moederschoot. Maar het ziet er helemaal niet naar uit dat de Oekraïne, een belangrijk bestanddeel agrarisch en industrieel van het oude Rusland, dat weer teruggezogen wordt in de moederschoot. Dus dat baart de Russen in het bijzonder ook Poetin grote zorgen. Hij zou liever zien dat het anders was, à la Wit-Rusland bijvoorbeeld. Maar Wit-Rusland en Oekraïne zijn ook qua mogelijkheden totaal onvergelijkbaar. En nu intimideert, ten eerste heeft Poetin natuurlijk de Krim teruggepakt. Ik heb al eens uitgelegd dat ik dat eigenlijk vrij begrijpelijk vind dat hij dat gedaan heeft. Ik moet zeggen, als ik Poetin was geweest, dat ik dat ook zou hebben gedaan. Ondertussen heeft hij ook een soort van zo'n randoorlogje gevoerd aan de uiterste oostkant van de Oekraïne, daar in Luhansk en Donetsk of hoe het mogen heten, om de zaak een beetje warm te houden, om niet zijn greep op de situatie ingrijpend te verliezen. En wat hij nu doet is in feite intimidatiepolitiek. Is hij van plan om dus Oekraïne te veroveren? Het lijkt mij uiterst onwaarschijnlijk. Hij zou daarbij hele grote risico's lopen. Hij kan getroffen worden door gruwelijke sanctiepolitiek. Hij heeft een regime wat niet al te stevig in de schoenen staat enzovoort. Er zit natuurlijk ook in deze hele situatie een hele wonderlijke paradox. Dat hij dus de Oekraïne alsmaar onder druk zet. Hè, met het idee van we willen ze eigenlijk weer terug. Maar doordat hij ze onder druk zet, krijgen de Oekraïners vanzelfsprekend nog veel minder zin om weer terug te gaan. En niet waar, hij bevordert eigenlijk voortdurend het Oekraïense nationalisme. Terwijl hij eigenlijk het omgekeerde zou moeten doen. Maar dus hij is gevangen in een paradoxale situatie waar hij moeilijk uit kan. Ja. Maar wat zijn idee nu is, denk ik zelf, is intimidatiepolitiek. Want hij heeft twee hele concrete eisen gesteld. Ja, dat wij allemaal net doen alsof dat... Dat is A, dat hij wil dat er een belofte komt dat de Oekraïne nooit lid van de NATO zal worden. En B, dat het Westen niet allerlei militaire spullen toch ook zonder NATO-lidmaatschap zal transfereren naar de Oekraïne. Dat is wat hij zegt. Hij wil dus eigenlijk dat de Oekraïne, wat zij het nabije buitenland noemen, geen bedreiging kan zijn voor Rusland. En daar speelt wel in door dat de Russen altijd gezegd hebben, ja, toen wij in feite afzagen van ons imperium in Oost-Europa, ten tijde van het einde van de Koude Oorlog, toen is ons door de Amerikanen tussen neus en lippen beloofd dat de NATO niet naar het oosten zou worden opgeschoven. En dat is wel gebeurd. Jullie hebben je niet aan je woord gehouden. Het probleem is dat nergens ooit op papier is gezegd dat het geval was, dat de NATO niet zou worden opgeschoven. Want ja, de drie Baltische republieken zijn ook lid van de NATO geworden. En zoals je weet is Polen lid van de NATO enzovoort enzovoort, zo snel mogelijk, want die zagen ook allemaal de Russische bui wel hangen natuurlijk. Ja. En nou ja, met de Oekraïne is dat dus niet gebeurd. In Georgië, waar ook, er is sprake geweest ooit dat Georgië en Oekraïne lid van de NATO zouden worden. Met name Bush junior had ook al gezegd, dat leek hem een prima ideetje eerlijk gezegd. En dat wil Poetin tot elke prijs voorkomen. Vandaar de huidige intimidatiepolitiek, ja, naar mijn idee. Ja. Hoe dat precies gaat aflopen weet ik niet. Het is natuurlijk heel lastig voor Biden om te zeggen,
Nee, ik kan je beloven, Oekraïne wordt geen lid van de NATO. Want ja, Oekraïne is een soevereine staat, dus die zou willen, waarom niet dan eigenlijk? Welke voorwaarden zouden ze moeten voldoen? Nou, voorlopig voldoen ze niet aan de voorwaarden. Dat is in ieder geval wel duidelijk, omdat de Oekraïne zelf natuurlijk ook weer zo'n door en door corrupte staat is. Maar dus Poetin worstelt met het idee dat eigenlijk wil hij dat de Oekraïne terugkeert in de Russische moederschoot. Hoe dan ook. En tegelijkertijd is het beleid wat hij ten behoeve daarvan voert, leidt ertoe dat Oekraïne wel het laatste wat de Oekraïne ambieert is terugkeer in de Russische moederschoot. Want wie wil er nou een onderdeel van dat klote land worden? Van dat afschuwelijke Rusland? Dat land met het volstrekt gebrek aan vitaliteit in feite. Niet waar een republiek van dieven en moordenaars. Ja, maar niemand wil daar onderdeel van vormen. Maar zijn ze natuurlijk toch, door het nabije buitenland zijn ze toch het onderdeel daarvan. En heb je toch de nadelen ervan. Ja, maar ik denk nogmaals, ik denk niet dat de Oekraïne op korte termijn lid van de NATO wordt. Dat is punt 1. En punt 2, denk ik, de Amerikanen zouden natuurlijk sub rosa wel kunnen zeggen, nou, we maken daar geen haast mee, we voelen daar weinig voor. De NATO, die is toch sowieso hersendood volgens Macron, dus misschien moeten we ons daar ook niet zo erg over opwinden. Maar een van oorlog zal het niet komen, maar Poetin markeert wel, luister eens even, ik wil niet dat de Oekraïne voluit een onderdeel wordt van het Westers bondgenootschap in de ruimste zin van dat woord. Nee, maar volop doen wat ze willen kan ook niet. Nee. Dus is het eigenlijk een soort van houtgreep? Nou, het is een soort schemasituatie is het. Ja. Nou, je kunt altijd vragen. Iedereen voelt al op zijn klompen natuurlijk dat de Oekraïne meer neiging heeft om zich naar het Westen te oriënteren dan naar het Oosten. Ja. Vragen mag je altijd sturen naar het nummer dat in de beschrijving staat. Even kijken of we één vraag kunnen doen. Beste Tom en Maarten. Allereerst van harte gefeliciteerd met jullie al 100ste podcast. In 1999 en 2000 ben ik als jonge beroepssoldaat uitgezonden naar Macedonië en Kosovo in het kader van de burgeroorlog. Destijds begreep ik weinig van het hoe en waarom. En ik was dan ook nog maar 18 jaar. Na het zien van genocide en andere bizarre oorlogsomstandigheden ben ik pas later deels gaan begrijpen hoe deze oorlog heeft kunnen ontstaan en wat er gebeurd is. Kan Maarten misschien iets vertellen over de oorlog in Kosovo en zijn kijk op de situatie in het voormalig Joegoslavië? Wat vindt Maarten van de aanpak door de Amerikanen en Europa? En wat is zijn kijk op de nog altijd bestaande bemoeienis van de Russen in het gebied? Welke invloed heeft de arrestatie en berechting van onder andere Mladic en Milosevic gehad? En wat vindt Maarten van het Joegoslavië-tribunaal? Ik ben erg benieuwd naar de bevindingen en vooral doorgaan met de podcast. Het is echt super fijn om naar te luisteren. En alvast bedankt. Ga zo door. Vriendelijke groet, Maarten Postema, Nieuwegein. Dat is nogal wat. Dit is niet zo gecompliceerd als de desintegratie van Joegoslavië en de eindeloze aarzelingen en onjuiste afslagen en alles wat daar fout is gegaan. Dat kan ik niet in de komende 3 minuten fijn uitleggen. Pak er misschien één elementje uit, want we kunnen niet alles doen. Nou ja, dat we Europa zou het allemaal regelen. Amerika zei, we zijn niet zo bijster geïnteresseerd. Om met Baker te spreken, die toen minister van Buitenlandse Zaken was. We don't have a dog in that war. Kortom, jullie zoeken het zelf maar uit. En bovendien, ik kan me nog herinneren, de voorzitter van de Europese Commissie, ik geloof dat het Poos was in die tijd, die zei van, nee, dat gaan we allemaal, dat varkentje, daar gaan wij wassen. En we hebben dat probleem totaal onderschat. En dat is natuurlijk, voor een belangrijk gedeelte, is dat ernstig ontspoord. En tenslotte was toch uiteindelijk Amerikaanse interventie nodig, meerdere malen, om de zaak in ieder geval tot stilstand te brengen. En nog steeds zijn zaken daar niet opgelost. Een aantal onderdelen van Joegoslavië zijn lid geworden van de Europese Unie. Maar een aantal onderdelen daarbij is dat nog steeds niet gebeurd. Ja, dat geldt voor Servië, de hoofdaanstichter van de ellende in feite. Omdat Servië natuurlijk geprobeerd heeft om
de dominante partij te blijven en andere deelrepublieken te verhinderen om eerst om uit te stappen. En toen hebben ze later geprobeerd om wat zij belangrijk vonden, omdat en overal waar Serben woonden, om dat binnenboord te houden, wat uiteindelijk ook niet is gelukt in allerlei opzichten. Wat vind ik van het Joegoslavië-tribunaal? Ja, ik vond het op zichzelf wel juist dat die lui berecht zijn. Het probleem natuurlijk van het tribunaal in Den Haag is in allerlei opzichten dat lang niet al het geboefte daar berecht wordt. Dus dat het in allerlei opzichten vrij arbitrair is of iemand in Den Haag terecht komt, ja of nee. We hebben het eerder over gehad, Amerikanen kunnen daar nooit berecht worden. Nee, sterker nog, de Amerikanen hebben zelfs een wet aangenomen dat mocht er ooit een Amerikaanse militair voor het tribunaal moeten verschijnen, dan behoudt Amerika zich het recht voor met een omvangrijke amfibische operatie in Scheveningen om dan de betrokken Amerikaan te bevrijden. Een soort van taggie-operatie. Ja, ik heb vaak gezegd, ik hoop dat ik dan nog leef en dat ik dan commentaar mag hebben als Amerikaanse amfibische strijdkrachten snel oprukken, niet door het Haagse kreupelhout, in de richting van het tribunaal. Het zal er denk ik niet van komen. Maar nogmaals, de Joegoslavische burgeroorlog, alles wat daarmee samenhangt, dat is een uiterst complexe zaak. En ja, ik vind het eigenlijk, ik heb meelen met allen die daar ook in natuurlijk tussen de wielen zijn geraakt, zoals die vraagsteller natuurlijk al zei, het was geen lolletje, het was ook vaak heel traumatiserend om daar met je neus bovenop te staan. Denk aan natuurlijk aan Srebrenica en alles wat daarmee samenhangt. Ja. Maar ik kan dat niet in 3 minuten op passende wijze duiden en verklaren. Ik wil er wel het beste keer een aandacht aan besteden, maar en langzamerhand zijn er zoveel zaken uit de wereld gezien waarin ik aandacht moet besteden. We moeten het een beetje verdelen. Misschien moeten we een soort van lijstje maken van. Ja. Nou ja, bepaal jij maar waar we het de volgende keer over gaan hebben. Ja, de volgende keer. Ja, want we hebben Vietnam nu gedaan, dus nu moeten we iets anders hebben. We hebben nog Stalin en Lenin. Hebben we nog, Dat rust ook nog, Stalin en Lenin, ja. Waarvan mensen wel zeggen, ja, daar hebben wij al op YouTube een college over gezien. Van 83 klopt, uur. Ja, nou, nee, dat was drie keer 2 uur is dat. Dat was voor het stream. Generaal heb ik dat is behoorlijk lang. Ja, dat is behoorlijk. Ja, dat is ook nogal wat. Hè. Dat is natuurlijk toch van het begin van de Russische Revolutie tot het eind in feite. Ja. We kunnen ook wat anders doen hoor. We hebben nog genoeg. Ik denk erover na. Oké. Laten we het even op de mail zetten als jij iets leuks hebt. Of als ik denk, hé, dat zou ik wel willen doen, dan wil ik daar wel over nadenken. Ja, waar we in ieder geval over gaan hebben, dat is het coalitieakkoord van Rutte 4 in de volgende aflevering. Abonneer je op ons kanaal, krijg je automatisch een seintje als die show live staat. Luister je op Apple Podcast, dan kun je ook een recensie achterlaten. En volg ons op de socials. Maarten Podcast op Instagram en Twitter. En in de show notes staat ook het linkje naar de Telegram groep. Daar kun je doorpraten met andere luisteraars. Dank voor het luisteren en tot de volgende keer. Victory was just around the corner.